Sierra de Nooie, je denkt eerste training, lekker zonnetje, maar toen kwam je even bedroog uit. Ja, dat viel even tegen, maar oké, dat gebeurt niet zoveel in de voorbereiding. Maar oké, het is niet anders. Het is niet anders. Nu dacht ik van tevoren dat ik Jan Eversen ging interviewen, omdat ik in mijn gedachten nog steeds hem als hoofdtrainer zie. Maar jullie zeggen nee, Gerard de Nooie gaat dit jaar de pers te woord staan. Waarom kiezen jullie voor die constructie? Nou ja, omdat we dat zo afgesproken hebben. Heel duidelijk. Ja. En voor mij is het natuurlijk wel, het is voor mij natuurlijk ook een jaar met de cursus. Nou ja, dan moet je ook dit soort dingen doen. Nou ja, dat is voor mij alleen maar leermomenten. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Dan staan een heleboel nieuwe jongens op de training. Ik heb drie keer werk gehad om ze even allemaal te ontdekken. Jij kent ze wel inmiddels allemaal bij naam? Nou, ik ben heel snel in naam onthouden, dat weet ik wel. Alleen ja, het is een hele nieuwe groep. Er zijn natuurlijk nog niet zoveel. Jeff was er nog niet, dus we hebben nu 16 man. En er zitten 14. Jeffrey Fortes. Ja, Jeffrey Fortes. Die heeft 2 weken vrij gekregen omdat hij natuurlijk met café nog zat. Maar oké, het is niet. Het is even weer nieuwe jongens weer zien en maakt ook wel leuk natuurlijk. Ga je ervan uit trouwens dat hij echt aansluit en dit jaar bij FC Dordrecht gaat spelen? Wie? Jeffrey Fortes. Ja, tuurlijk. Volgens mij heeft hij gewoon nog een contract voor een jaar. Dus ik neem aan dat die 6 jullie gewoon weer aansluit. Ja, maar ook duidelijk uitgesproken dat hij het liefst een stap hogerop zou willen. Ja, dat wil iedereen natuurlijk. Maar... Ja, er zijn heel veel spelers die dat graag willen. Maar het moet ook kunnen. Maar ik weet alleen maar dat hij hier 6 jullie aansluit. Ja. Nu heb je 15, 16 spelers inmiddels op dit moment. Binnen wat voor termijn hoop je dat je dan een volledige selectie hebt? Of weet je als je bij FC Dordrecht werkt dat je aan het einde van de voorbereiding dan pas je selectie rond hebt? Of misschien nog als de competitie al bezig is? Nou ja, dat is altijd. Dat is ook inherent aan een kleine club. Maar wij verwachten in ieder geval dat wij 7 augustus met een volledige selectie zijn. Maar oké, het is niet anders. En daar gaat Marco voor zorgen. Is er al een doelstelling bekend? Voor, nou ja, dat we in ieder geval bij de eerste 9 willen eindigen. Dus gewoon voor de periode gaan. Ja. En dan de play-offs meedoen. En de play-offs meedoen, ja. Dat is een duidelijke doelstelling. Zitten er nog nieuwe versterkingen in het verschiet die jij al weet? Waar jij al wat over kunt zeggen? Normaal zegt Marco Boos natuurlijk alles over, maar... Nou ja, als ik die had geweten, had ik die ook niet genoemd. En dat gaat vanuit Dordrecht altijd. Dus daar zijn wij trainers wel bij betrokken. Maar als het naar buiten komt, dan doet Dordrecht dat. Dat is nog een opmerkelijke speler. Sharon Curiaal keert volgens mij voor de 3e keer terug bij FC Dordrecht. Natuurlijk een heel verhaal zit eraan vast. Een gevangenisstraf heeft hij gehad. Waarom zeggen jullie als FC Dordrecht, ja, we geven die jongen nog een kans? Nou ja, kijk, ik ken zijn verleden ken ik alleen maar van lezen en horen. Dus ik ken hem persoonlijk, ken ik hem niet. Dat zal deze week wel komen. Maar nou, oké, als iemand heel goed kan voetballen, dan... Ik vind ook niet dat we elke keer het verleden erbij moeten halen. En daar moeten we ook een streep onder zetten. En we moeten alleen maar kijken naar zijn voetbalkwaliteiten en de kans die hij krijgt van Dordrecht.